Vandaag is het tijd voor deel 2 van Shoplogs van New York en dit keer is fashion aan de beurt. Tja, laten we beginnen. Het begon eigenlijk met, we vonden er geen reet aan. Nee, daar begon het eigenlijk mee. Het viel ons een beetje tegen. We hadden verwacht dat het echt super hip zou zijn en luxe en leuk. En ja, wat bleek? De fashion van New York is eigenlijk niet heel erg anders en misschien zelfs een tikkie saaier. Ja, want we kwamen te weten dat ze vooral, dat zei een meisje, want die was weg van mijn groen leren jasje. Die zei, ja, je ziet hier nooit groen leren jasjes, want alleen maar zwart, bruin, taupe. Nou, dat dus, zwart, bruin, taupe. Ja, en dat is ook zo. En wat daarnaast ook een heel erg stijl is, is hier casual, dus casual kleding. En een beetje dat Abercrombie & Fitch stijltje. En dat is gewoon niet echt ons ding. Maar desalniettemin hebben we in de loop van de week toch wel veel leuke dingen gezien en gescoord. Toen werd de hoofd steeds beter. Ja, inderdaad. En we gingen uiteindelijk weg met, oh god, en daar kunnen we nog naartoe en daar kunnen we nog doen. Maar we hebben geen geld meer. En zelfs op de laatste dag heb ik gezegd, we gaan niet nog een keer in de Topshop, want dan gaat het niet goed. Nee. Dus laten we beginnen. Eerst, wij gingen voor spijkerbroeken naar New York. Dat hadden we van tevoren eigenlijk al beklonken. Wij moeten naar Levi's om spijkerbroeken in te slaan. En dat is gelukt, zoals je kunt zien. Ja, precies. De winkels zijn, kijk uit voor lange wachtrijen. Die zijn er wel voordat je een broek gaat passen. Ja. De winkel zelf is heel cool. Je moet je broek passen in een tent. Ja, hilarisch. Een soort legertent, hè? Een soort legertent, maar het is wel druk. Dan mijn Levi's score. Ik heb een donkerblauwe legging skinny jeans gekocht. Deze kostte volgens mij $90. Nee, wat kostte die spijkerbroeken daar? Nee, ben je gek? $2 voor $90. Oh ja, deze kostte $50 dan of zo? Ja? $60? Ik weet niet meer. Misschien $50 of $60. En een heel schattig roze riempje erbij. Daar ben ik super blij mee. Ik kocht bij Levi's dus deze Destroyed Jeans. En daar was ik ook echt naar op zoek. Dus eindelijk gevonden. En daarnaast zie je een zwarte skinny. Ook van Levi's. En ik rekende af $90 voor deze twee broeken. Bizar. De tweede winkel waar we naartoe gingen was Topshop. Of eigenlijk was het de eerste winkel die wij bezochten. Maar Topshop dus. En wederom net als Forever 21 bij de vorige shoplog. We vonden er niet echt veel aan, dachten we. We zijn niet zo van de Topshop in Nederland. In de Bijenkorf vind ik er ook niks aan. Maar we gingen erheen. Hè? We dachten weer niet snel oordelen, laten we maar heen gaan. Yep. Maar ik kwam daar terug met de meeste kleren die ik geshopt heb in New York toch. En ja, het was niet super duur allemaal. Het was goed betaalbaar, maar echt heel erg leuk. En een mooie winkel. Heel overzichtelijk. Vriendelijk personeel. Heel vriendelijk. Je kleding, zeg maar, als je winkelt op één verdieping, vraag ze, kan ik je kleding aannemen? Dan hang ik het beneden voor je neer alvast. Ja. En is het heel aardig. Shall I start a fitting room for you? En wij dachten eerst in het begin. Echt zo. En toen zei ik ook, no, you don't have to. Toen vroeg weer iemand en toen keken we elkaar aan. Toen dachten we, laat het allemaal proberen. En ik had echt op een gegeven moment heel veel kleren. Ik heb ze niet allemaal gekocht, maar dat kon je zien in de shop. Nog heel veel kleren op mijn arm. Denk ik, hier makkelijk zeg. Heel leuk. Dus dit was echt een goede winkel. Wij zijn helemaal om. Wij moeten weer in een Topshop. Mm-hmm. Bij Forever 21 kocht ik een jumpsuit. In een mooie, oudroze kleur. De kleur valt hier helemaal weg op het bed door de zon. Sorry jongens. Maar jullie zien hem vast nog wel weer een keer in een outfit video van één van ons. Want Martien heeft hem ook gekocht. Bij Topshop kocht ik dit peachroze-achtige dingetje met vleermuismouwen. En ik kocht ook deze babyblauwe... Dit babyblauwe shirt. Wat een erg leuke kleur was achteraf. En dit ontzettend leuke hoedje. Dit was nou de kleur waar ik naar op zoek was. En ik heb er ook al wat complimenten over gehad, zoals nice hat. Toen kwamen we bij Loft. We dachten, via de bezoekers hoorden we dat Vanilla een beetje op Loft leek. We dachten, dan moeten we naar Loft. Dus we gingen naar Loft. En dat is ook een leuke winkel. Je kan er niet heel veel vinden. Maar er zaten leuke items tussen. Goed zoeken. En de maten kloppen niet helemaal daar. Sommige dingen waren toch wat kleiner. Of zeg maar, dan dacht je, goh, is dit S? En dan was die best wel groot. Ja. Dus een beetje goed kijken. Maar maten zijn lastig. Er zaten leuke dingen tussen. Ja, maten waren lastig. De maten zijn lastig. Bij Loft kocht ik dit kanten crème witte jasje. Ik heb hem al aangehad in de vlogs en heel veel vragen over gehad. Hij is dus van Loft. Ik kocht bij Loft dit leuke citroengele hemdje. Om er iets anders te doen. Bijvoorbeeld zo'n mooie mintgroene pastelkleurig truitje. En ik heb hem expres zo neergelegd. Want je ziet op de schouder dus en bij je elleboog van die leuke kleine gaatjes. Volgende winkel waar we helemaal fan zijn van geworden. En dat is... Oh ja, Club Monaco. Nou, dat is voor mij echt meer de Vanilla, zeg maar. Wij zijn helemaal om. Echt, wat een gave winkel is dat. En het grap is, op de eerste shoppingdag of de tweede, toen we baalden dat het niks leuks was, zijn we nog gewoon 3 keer langs gelopen. Ja, op een gegeven moment zagen het ook allemaal niet meer. En eerlijk gezegd, van de buitenkant ziet het er ook niet zo spectaculair uit. Maar als je naar binnen gaat, hartstikke leuk. En wow, de paskamers daar, jongens.
Mooi. En heel relaxed, aardig personeel. Oh, en hoe het ingericht is, hè? Zonder zo'n metalen krukje in haar paskamer. Heel edgy. En vergeet niet naar beneden te lopen, dat vergaten wij. Eerst, want daarna, de tweede keer zijn we wel naar beneden gegaan. Daar is de sale. Toen kwam ik dus beneden en Martine was nog aan het passen. En toen de verkoopster begon tegen me aan te letten, zei ik, please, wait one minute. I have to tell my friend about this. En zit terug naar boven en denk, Martine, beleven ze nog meer? Martine zo, nee, niet nog meer, ik heb al zoveel. Ja, ik zei niet nog meer, ik heb al een heel duur rokje in mijn handen, weet je wel. Ja. Dus dit is echt een leuke winkel. Als je een beetje van onze stijl houdt, dus een beetje vanilleachtig, dan moet je echt naar Pierre Bonaro. Ja, mooie kwaliteit kleding trouwens. Mooi genaaid, zeg maar. Zeker. Wel wat duurder trouwens, maar het is het wel waard in ons ogen. Vergelijkbaar met vernieuwjaarjurkjes en dergelijke. Dit is mijn score van Club Monaco. Je ziet allereerst een huidskleurig t-shirtje. In diezelfde kleur een lege groen t-shirtje. Met de zon er zo op. Zie je trouwens echt ieder kreukeltje. Maar oké, dat vergeven jullie ons maar. En hier ben ik het meest blij mee eigenlijk. Een petrolgroene strakke broek. Een beetje een chino met een zeven-achtste pijpje denk ik. En inderdaad een leren detail zoals Martine net chic liet zien. De billen en ook op de voorkant. Daar ben ik heel blij mee. Ik kocht bij Club Monaco een mooi lichtroze nude shirt. Hele mooie kwaliteit, lange mouwen. En ik kocht deze, een metallic koperachtig shirt met een soort van roze sheen erop. Die was in de sale, want je moet dus naar beneden. En hartstikke mooi. En het meest blij ben ik met dit prachtige witte leren rokje. Willemijn heeft zoiets van vanilla en ik nu in het wit van Club Monaco. Ja, yes! Forever 21, daar kochten we ook weer een paar dezelfde dingen. Namelijk allereerst twee sjaaltjes die je om je knot of staart of in je haar kunt vlechten. Er zit een ijzerdraadje in. Daarnaast, daar. Daarnaast kocht ik twee statementkettingen. Ja, in dezelfde kleur. Een beetje hetzelfde verhaal als de Swarovski oorbellen van Martine. En de rest is van Martine, wat je hier ziet. Allemaal van mij. Dit zijn dus oorbelletjes. Hartje met een soort kruisje erin. Hele mooie mintgroene. Deze dacht ik dat het een andere kleur blauw was. Heel gek genoeg, maar wel mooi. Dit is mijn favoriet. Alles van Forever 21. En dit is een mintgroene. Forever 21, het is niet onze stijl qua kleding. En misschien van jou wel. Dus kijk dan zeker als je dat daarvan houdt. Maar we dachten, we mogen niet te snel oordelen. Dus we gingen erin. Hij zat vlakbij Times Square. En wauw. Wat is hun sieradenafdeling geweldig. We hebben allebei leuke dingen gekocht. Heel veel leuke dingen, leuke oorbellen en kettingen. Je ziet het voorbij komen. Haaraccessoires, sjaaltjes, echt hele leuke dingen. En de winkel zelf is erg mooi, hè? Er zitten hele mooie lampen in. Het is heel hoog, heel veel verdiepingen. En leuke muziek. Ze hadden geweldige leuke remixes van bepaalde nummers. Dat vond ik zo leuk dat ik dacht, ik moet Shazammen. Maar ik kon niet, want ik had geen wifi. We gingen naar Top of the Rock. En daar zit een soort enorm winkelcentrum in. Als het winkelcentrum in, als slecht weer is, gaan we misschien daar even heen. Ja. Maar Swarovski kwamen daar tegen. En het is echt heel lang geleden dat ik zelf hele dure sieraden kocht. En dacht ik, nou, ga er gewoon voor. En ik ook. Toen kwamen we bij Swarovski, toen we moesten wachten bij Rockefeller Center. En lange tijd geleden dat we echt dure sieraden kochten. Dit prachtige armbandje met is gevlochten met een prachtige gelige steen. Is van Willemijn. Staat heel mooi bij haar andere sieraden. En ik ben meer van de oorbellen. Dus ik kocht deze hele mooie oorbellen, vind ik zelf. Met zilver en blauw. Let's So Blab heette die. En dit is Cry Blush. Rosé met paars. Ik ben er echt heel erg blij mee. En Willemijn ook. Bij Victoria's Secret kochten we ieder twee BH's. En ik kocht nog een sportoutfit. Dit is een sport BH. En een leuk sportbroekje. Helemaal in de kleuren van mijn nieuwe Nike's bijna. Nou, we gingen ook allebei, hadden we in ons hoofd misschien wel voor Nike's. Omdat we dachten, we hebben niet echt goede loopschoenen. En we willen toch wel lekkere Nike's. En ze zijn ook heel hip, want op een gegeven moment zagen we alleen maar felle Nike's. Ook bij jurkjes. Tot naar mijn fans te dragen. Martien kon echt niet meer. Dus Martien zei, ik moet Nike's. En toen zei ik, ja, ik ook. Kijk, want ik heb ze niet eens meer. Zo vies dat ze eruit zien. Dus ik kwam bij Bloomingdale's en daar zag ik hele vette Nike's. Ik heb ze de eerste dag niet gekocht, maar ik ben de volgende dag teruggegaan om ze toch wel te kopen. Gelukkig waren ze er nog. Zo cool, ja inderdaad. En Martine heeft er ook een paar gekocht. Ja, ik kocht ze zeg maar qua kleuren aan de hand van een broek van Victoria's Secret. Dus 3.0 bij de Lady Footlocker. En verder, had jij nog All-Stars gekocht? All-Stars? Ik weet niet. Je maar even ik weet het niet meer. Ja. Ik had dus net All-Stars gekocht en die winkel was... Een beetje apart, duurde heel lang in actie weer kreeg. Maar goed, ze kostte maar $40. Dus het is ook een beetje een achteraf winkeltje. Het was echt... Zat hij nou, hè? Hij zat in Soho aan de straat van Bloomingdale's. Maar
Ja, je ziet hier overal All-Stars. Het valt niet op. Ga gewoon bij een sneakerstore naar binnen die niet zo erg opvalt, waarbij je wel sneakers ziet. Dat zijn vaak de goedkopere sneakers. Inderdaad. En All-Stars zijn hier super goedkoop. In Nederland betaal je €75 volgens mij voor een lage. En hier was het 30 euro. Ja, €30, €40. Echt ongelooflijk. Toen gingen we naar Ted Baker. Wat een mooie winkel. Hij is wel pas laat open op zaterdag. 11 uur 's ochtends pas. Overigens heel veel winkels hier. Maar je hebt hele mooie Ted Baker, waarbij ze zelfs een soort van theeservies opheizen. En je gaat naar beneden. En heel hele mooie winkel. Groene tassen, van die lijmgroene tassen. Heel mooi. Ja, hoe moet je erover zeggen? Ja, gewoon heel kitscherig een beetje ook wel. Een beetje kitsch. Ja, een beetje kitsch. Het is heel classy Engels. Ja. Het is overigens niet goedkoper daar dan, dan het zeg maar kopen vanuit Londen en naar Nederland laten verzenden. Ik schrok een beetje van het afrekenen van mijn pumps, want het was iets van toch nog iets van €120 of zoiets. Ja. Of even doen ze jouw trouwschoenen eigenlijk. Ja, inderdaad. En ze lijken er heel erg op. Alleen deze zijn net iets bleker roze. Ja. En je hebt een neon detailtje. Voor mij zijn goud en jou zo'n rosé. Ja. Ja, ik heb ook rosé details. Ja. Ja. De laatste winkel die we aan jullie laten zien. Ja, op Instagram Instagramden we een foto van met je hele aparte schoenen. Nou, zal ik je eerlijk zeggen, het was een beetje het glitterlover verhaal. Ja. Ik weet niet of ik ze gekocht zou hebben, maar we liepen er langs. En het was het waren schoenen van Charlotte Olympia. En ik slaap een gilletje. Ik zo, oh, die schoenen. Want ik heb ze ooit eens op Net-a-Porter gezien. Nou, maar dan weet je het wel, want Net-a-Porter is niet zo goedkoop. Dus ik legde aan Martine uit wat voor schoen het was. En toen ik vertelde dat het een sterrenbeeldschoen was, zag ik Martine al zo twinkel in haar ogen. Ja, ik zag mijn sterrenbeeld, hè, de Capricorn, dus de steenbok. En die was heel mooi mosgroen. En ik moet even vertellen, we gingen ze uiteindelijk passen. Nee, we hebben eerst knetterlang getwijfeld. We hebben daar gezien gezeten. Maar dat heb je gezien in de vlog. Ja. Maar eerlijk gezegd, jongens, moet je eens voorstellen. Je zit een soort van gouden stoel. En dan komt er een man in pak en die zegt, do you want some water? Die gaat en water voor me halen. En voor Willemijn echt van 3 verschillende sterrenbeelden maten. Ik werd echt als een prinses behandeld en Willemijn ook. En uiteindelijk zorg ze, je hoeft niet eens naar de kassa te lopen als je ze wil. Dan zeggen ze heel discreet, I'll take care of it. En dan nemen ze je creditcard mee en dan gaan en ze het voor je afrekenen. In hun handen gewoon zo, lopen ze echt zoals nog net niet op een kussentje, echt zo. En dan komen ze weer terug en opeens heb je schoenen afgerekend van $600. Opeens hè, je doet er niks voor. En ze waren in de sale, hè, zeg maar. Oh ja, ze waren inderdaad. In de sale, ze waren gelukkig in de sale, ze waren $400 ongeveer. Dus dat is alsnog heel duur. Maar goed, de echte prijs is iets van €6,95. Ja, ik weet dat het duur is, maar we wilden ooit eigenlijk designer schoenen kopen. Dat was ooit een droom en dachten, dit is al een droom om hierheen te gaan. Nou, en we wilden pumps kopen, hè, allebei. Een paar Jimmy Choo's of Louboutins. Dat hebben jullie vast ook wel gehoord van tevoren. Of Manolo Blahniks. Ja, maar we liepen erin en we dachten, prut. Eigenlijk dragen we nooit meer pumps. We dragen het liefst comfortabele schoenen. We gaan voor ballerina's. En dat allemaal bij elkaar opgeteld. Plus dat ze ook nog eens in onze ogen heel mooi zijn. Ja, ik kan me voorstellen dat je ze zelf niet zo mooi vindt. Nou, moet ik heel eerlijk zeggen, jongens, op Instagram zien jullie het totaalplaatje niet helemaal. Als je het helemaal ziet, dan zijn ze heel bijzonder. Dan denk je echt van, je zult misschien niet denken mooi op het eerste gezicht, maar je denkt wel van apart, zeg maar, dat. En we houden het in Nederland. Ja, we houden er heel erg van. Je kunt ze voorstellen onder een jurkje, een simpel jurkje, maar ook onder een jeans met een witte top. En wij zijn heel benieuwd. Fashionbloggers onder ons, kennen jullie dit merk? En wat vinden jullie van deze schoenen? Hoe zou jij ze combineren? Ik kende het dus wel, maar puur omdat ik net op Porté dus een keertje bij langs was gegaan. Leuk is, Martine heeft dus wel haar sterrenbeeld. En ik dus niet. Ik heb namelijk Martine's sterrenbeeld. En kan ze aan het ging zo. Er stonden allemaal kleuren en mijn kleur was poepbruin. De Towers. En het logo was echt heel mooi, de stier. Maar de kleur was echt niet mooi. Het was jammer dat hij niet bordeaux was, anders had je ze genomen. En hij was ook niet in mijn maat. Hè. Toen dacht ik, nou, past ze toch? En dan was hij er ook nog eens niet. Dus ik denk, die andere kleuren passen. En ik had in het begin al, als allereerste keer, had ik al die olijfgroen in mijn handen. Toen zei ik tegen Tien, vind ik niet jou eigenlijk zo mooi. En Martina zo, nee joh. Ja, ik had zoiets van, dan moeten we even afspreken als we even toe gaan wie ze aantrekken. Ja, dat doen we toch altijd al. Want we hebben toch een aantal dingen hetzelfde. Maar ik had zoiets van, ik snapte het wel. Want als ze bureau rood waren geweest, waren ze echt perfect geweest. Ja. Maar die was wel heel leuk. Een ringetje in zijn neus. En zijn hoortjes kwamen in 3D, zeg maar. Naar voren, ja, echt jammer hoor. Als Charlotte Olympia ooit deze nog uit gaat brengen in een andere kleur, dan raken ze heen. Charlotte, Bruno, Taurus. Please for me. I'm a famous blogger from Netherlands.
Maar goed, ja, we snappen dat jullie het misschien wat debiele schoenen vinden. Wij vinden ze heel erg tof, dus daar gaan we. Ja, en dat was ook een ervaring hoor, daar in Bergdorf in Goodman. Wat een waarheid, jongens. En je doet het eigenlijk niet met die tas in de metro, want je zag echt mensen echt zo kijken van, oh, Bergdorf in Goodman, zo van. Oh my god. En dat is wel opvallend. Nou, we hebben het ook al in de vlog gezegd. Op de beauty afdeling is het personeel echt vreselijk. Ja. Maar op de schoenenafdeling zijn ze echt het alleraardigst. En op de chique afdelingen, dus echt met hele dure designjurken van tienduizenden dollars, daar zie je geen personeel. Daar zijn ze heel, heel terughoudend. Oh ja, en dan mocht ik het niet echt filmen. Ik heb het volgens mij niet gedaan. Nee. Ik wou het een keer proberen, maar er zat gelijk zo'n agent zo. Ja. Dat doe ik maar niet. Maar wat Willemijn zegt, de beautyafdeling, ik vind het op zijn zachtst gezegd schandalig. Het is hoe je daar behandeld wordt. Ik wou daar eens wat kopen, ik ben weggegaan. Ik gunde het diegene ook gewoon niet. Nee. Ze zijn heel arrogant, dat is heel jammer. Heel gemeen ook. Als je beauty wil kopen, inderdaad, iets leuks, ga dan naar de Sephora. Ja, daar of zijn een ze ander heel warenhuis, leuk. Maar die niet. Nee, geen. Maar dat was niet alleen in hen, dat was niet alleen in Bergdorf en Goodmans, maar het was ook in seks ontzettend erg. Different. Bloomingdale's vond ik ze ook niet heel leuk, behalve Illamasqua. Ja, klopt. En trouwens, even nog één keer over schoenen gesproken. Ga terug. Je krijgt gewoon per schoen één zakje. Gewoon met het logo erop. Gewoon per schoen, hè? Niet per gewoon twee. En er passen makkelijk twee schoenen in één zakje. Dan vier. Als je het gewoon zo propt. Dus ja, dit is wel echt. Ik vond dit. Een het bijzondere kopen van schoenen, het leukst misschien wel qua geshopte dingen. Natuurlijk vind ik allemaal andere dingen ook leuk, maar dit was gewoon die ervaring. Ja. Dat gewoon die mannen gaan voor je op je knieën, die pakken een creditcard, die pakken die schoenen in en je wordt als een prinses behandeld. En heel discreet, hij bleef ook op afstand, toen is gewoon ging passen. Hij zat wel te kijken naar afstand, maar ging niet zo met boven op zijn neus erop wat vind je ervan. Nee, hij liet ons heel erg ons gang gaan, heel erg veel ruimte geven om iets te kopen en niet pushen. Nee, pas als wij vroegen wat vind je ervan, dat deed ik ook wel, dan kwam hij ook gewoon heel netjes naar je toe van, nou volgens mij zit het goed. Nou en vervolgens ging hij weer terug, hè? Hij bleef niet met zijn neus opstaan. Dat was gewoon heel, heel bijzonder ervaring. Oh ja, en heel, heel leuk vond ik dat het begon te regenen. En toen zei hij, do you take an umbrella with you? En wij zeiden, no. En toen zei hij, er zit een man buiten en die vraagt voor $5 een paraplu. En toen zei Dino of ik, weet veel, that's cheap. En toen zei hij, no, you have to offer him 3 and he will take it. Ja, toen dacht ik, hè, dat is zo'n duur waarde. Zeg maar zelfs hun dingen nog af. Zelfs zij dingen nog af. In ieder geval, maar goed. Jongens, dit was eigenlijk de Fashion Shoplog. Het is betreurenswaardig dat het nu afgelopen is, hè? We hebben hier nog één laatste dag morgen tot 1:00 of 6:00 en dan is het voor ons zit het erop. We hebben nu, we hebben echt een geweldige vakantie gehad. We willen jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ja, precies. Nou, geeft niks. Bedankt voor het kijken, bedankt voor de leuke reacties allemaal, alle duimpjes omhoog. Jullie moeten niet weg uit New York, want we willen nog meer vlogs. Ja. Dat vinden we heel erg fijn. En verder, mocht je denken, wat hebben die veel geld uitgegeven? Ja, lieverd, dat is ook waar. We hebben dat veel geld uitgegeven, maar we hebben er een jaar voor gespaard. Hè? Allemaal waard. Inderdaad, we hebben er gewoon flink voor gespaard. En wat cool, ga je zelf naar New York? Spaar echt tot je niet meer kan. Neem geen $100 mee. Nee. En ook geen 200. Nee. Neem echt gewoon lekker smak geld mee. En geef het gewoon lekker uit. Echt, want dat is het beste gevoel wat er is. Gewoon je garderobe weggooien daar en allemaal nieuwe dingen kopen hier. Ja, echt. En koop ook dingen met een herinnering. Dat zou ik je wel willen aanraden. Zoals onze Swarovski in onze schoenen. Neem het en tattoos. Dat soort dingen maken ook echt je vakantie heel erg leuk. Dus wees ook bereid om ergens in te investeren, zoals Martine en ik in onze Swarovski sieraden, de tatoeage en onze schoenen. Dat zijn wel de top 3 meest gave aankopen. Hier. Echt super cool. Dankjewel voor het kijken, lieve bezoekers en lieve nieuwe mensen die er zijn bijgekomen. Dankjewel. Duizendmaal dank. Tot de volgende keer. Doei!